De Airbus A340 van de SLM wordt eerder dan gepland uitgefaseerd. Het SLM-directieteam heeft in samenspraak met de RVC na de laatste ontwikkelingen besloten het toestel uit te faceren. Na de laatste A-check bleken er opnieuw technische issues te zijn met enkele motoren. Daardoor was de SLM genoodzaakt met ingehuurde vliegcapaciteit de vluchten van en naar Amsterdam vertraagd uit te voeren. De hoge vertragingskosten, de terugkerende technische issues, reputatieschade en de druk op de uitdagende financiële positie van de SLM waren redenen genoeg voor het directieteam om de knoop door te hakken. Gistermiddag is het besluit genomen de uitfacering van de Airbus uit te voeren, 2 maanden eerder dan gepland. De focus wordt nu gelegd op continuering van de dienstverlening en de intrede van de Boeing 777. Vanaf vandaag zullen de SLM-vluchten van en naar Amsterdam vooralsnog met ingehuurde vliegtuigen worden uitgevoerd. De vliegmaatschappij werkt met man en macht aan het zo snel als mogelijk kunnen inzetten van haar eigen nieuw vliegtuig op de Mid-Atlantische route. Aldus de SLM in een vandaag uitgegeven persbericht.